Het huwelijk van René van der Gijp en zijn vrouw Minouche lijkt definitief voorbij. Waar Minouche eerder nog beweerde dat ze slechts tijdelijk apart woonden vanwege spanningen rondom René's werk bij Vandaagensite, wordt nu uit verschillende hoeken gefluisterd dat de breuk niet meer te lijmen is. Volgens bronnen uit hun directe omgeving is het huiselijke leven met René simpelweg te veel geworden voor Minouche. Minouche zou vooral moeite hebben met René's gespannen gedrag tijdens de uitzendweken van Vandaagensite. Hij is thuis absoluut niet te genieten, al dus een ingewijde tegenweekblad privé. Hij is zo gefocust op het goed doen op televisie dat het thuisleven er volledig onder leidt. De spanning druipt ervan af. Dat deze spanningen ook regelmatig tot harde woordenwisselingen leiden, is voor de buurt geen geheim meer. Afgelopen zomer, toen de deuren open stonden, hoorden we regelmatig geschreeuw vanuit hun woning. Het was alles behalve gezellig, vertelt een anonieme buurman. De ruzies zouden zelfs intenser zijn dan de discussies op de studiovloer van vandaag. Een site. Naast de spanning rondom zijn werk stoort Minouche zich naar verluid enorm aan René's passieve houding thuis. Terwijl Minouche graag activiteiten onderneemt of uit eten gaat, lijkt René vastgeplakt aan zijn vertrouwde zwarte lerenbank. Hij komt laat uit bed, blijft uren voor de televisie hangen en komt nauwelijks in actie, zegt een insider tegen Weekblad privé. Minouche hoopte dat dit gedrag zou veranderen, maar dat is nooit gebeurd. Sterker nog, het werd alleen maar erger. Volgens dezelfde bron zou René wel af en toe meegaan naar sociale gelegenheden, maar enkel met grote tegenzin. De meeste avonden blijft hij gewoon thuis. En dat heeft Minouche steeds meer gefrustreerd. Hoewel Minouche naar buiten toe beweert dat er van een scheiding nog geen sprake is, lijken de feiten anders te liggen. Volgens de privé heeft René zijn directe familieleden, waaronder zijn kinderen, al ingelicht over de verslechterde situatie. Hij hint er in kleine kring openlijk op dat de scheiding eraan komt, meldt een bron. De media-aandacht rondom de huwelijkscrisis maakt het voor René steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Met journalisten als Evert Zantegroets op de stoep en Minouche die niet meer thuis woont, wordt het steeds lastiger om te blijven ontkennen, stelt een insider. Privé hint zelfs op een onthullend vervolg in de komende weken. Met Minouche buiten de deur en de spanningen in het huwelijk op hun hoogtepunt, lijkt een scheiding onafwendbaar. Of René binnenkort eindelijk zijn mond opendoet over de ware aard van de problemen, blijft de vraag. Maar één ding is zeker: de zwarte leren bank blijft voorlopig zijn enige vaste gezelschap.